Op Robinson-eiland wist ik al dat Tycho het meest last heeft van de honger. Maar Tycho is ook het actiefst. Dus die ging met slangen, bamboestokken op zoek naar kokosnoten en had een heel plan voor hoe de bedjes op te hangen. En ik dacht, dat laten we Tycho gewoon lekker doen. Dan wordt zijn maagje des te eerder leeg. Eentje wordt wel een dingetje, jongens. Ik zie geen visjes binnen een paar uur komen en een aap vangen in de bos gaat ook niet lukken. Misschien moeten we toch gaan overwegen om proviantkist open te gaan maken. Ja. Sophie schoof daar gelijk bij aan, wat iedereen natuurlijk ook hartstikke verdacht vond. Ah, en het kost maar 1500 euro, jongens. Dus dat ging heel makkelijk. 1500 euro uit de pot.